Hi, we zijn in het wonderschone winterwonderland Hintertux. We hebben 8 hele mooie snowboards meegekregen om te kunnen reviewen. TRS, 159 centimeter lang, komt uit dezelfde stal als de Liptec Skate Banana die we in een andere review hebben behandeld en heeft ook een aantal van dezelfde technologieën, maar net met een andere nuance. We zien weer, zoals bij de Skate Banana, ook magnet traction, waardoor je in bochten nog meer grip houdt, waardoor het bord sterker, ook op ijzige pistes, de sneeuw dan insnijdt en je vasthoudt, ook als er zit er flink veel druk op. De shape is net als bij de Skate Banana weer een hybride rockerprofiel. Dus rocker tussen de bindingen voor bewegelijkheid, makkelijk bochten inzetten, goede edge naar edge transitie. En een camber onder de bindingen die bij de TRS sterker en geprononceerder is dan bij de Skate Banana. Waardoor je nog meer grip houdt, waardoor die op hogere snelheden goed voor je zorgt. En wat ik heel erg leuk vind aan het bord is dat je stevig door kan gassen, maar dat hij ook op een hoge snelheid lekker bewegelijk blijft. Je gooit lekker je kont erin en je hebt een volle spray in je gezicht. En de Liptec TRS die staat het allemaal toe en die lag zich helemaal kapot samen met jou op de piste. Dus hartstikke veel plezier gehad. Wil je meer weten over de Liptec TRS? Check onze complete geschreven review op gearlimits.com.